Welkom bij deze video over hoe je VORs gebruikt in Flight Simulator. Let erop dat de gegeven informatie in deze video enkel dient om gebruikt te worden in simulaties en is niet bedoeld voor echte vliegtrainingen of iets dergelijks. Om te beginnen, VOR staat voor VHF Omnidirectional Range en is een op de grond gebaseerde radiobaken dat gebruikt kan worden om te navigeren. Hoewel VORs relatief oud zijn in techniek, worden ze nog steeds beschouwd als een van de belangrijke aspecten in de navigatie en training. Om de VOR te kunnen gebruiken, heb je een CDI-instrument nodig. Daarover straks meer. In Nederland kennen we verschillende VOR-stations, zoals Schiphol, Pampus, Spijkerboer en Rotterdam. Hier zie je zo'n VOR-station. Het is relatief eenvoudig te herkennen aan de ronde constructie met de vele antennes. De signalen van een VOR kunnen van 40 tot wel 200 nautische mijl ver komen. 200 is de afstand van Rotterdam naar Londen hemelsbreed, dus dat is best wel ver. Over het algemeen zijn er drie VOR-types. De standaard VOR, de VOR met DME en de VORTEC. We zullen in deze video voornamelijk ingaan op de VOR en de VOR met DME. DME staat voor Distance Measuring Equipment en is simpelweg bedoeld om de afstand tot de VOR te kunnen bepalen. Op deze chart zien we een voorbeeld van een VOR, namelijk Rotterdam. Let erop dat je de VOR op zo'n chart niet verwart met een NDB. NDB's lijken in bepaalde mate wel op VORs, maar is in essentie wel veel simpeler. Op zo'n chart kun je wat belangrijke info vinden over de VOR. In dit geval zie je hier de naam van de VOR, Rotterdam, de drie lettercode, RTM, ook wel de identifier, de frequentie 110.40 en in sommige gevallen een extra letter zoals de D. Dit geeft aan dat de VOR is uitgerust met een DME. Ook zie je de identifier in morsecode uitgedrukt, zodat je deze eventueel ook kunt afluisteren. Het identificeren is een belangrijk onderdeel van de VOR, omdat je daarmee kunt verifiëren dat je de juiste VOR hebt ingesteld op je instrumenten. Hoe werkt zo'n VOR nou precies? We nemen als voorbeeld dit denkbeeldige VOR-station en laten deze 8 stralen uitzenden in alle richtingen. Elke richting heeft daarbij een bepaalde hoek ten opzichte van het noorden. Nou moet je je voorstellen dat zo'n VOR niet 8 stralen, maar 360 stralen uitzendt in alle richtingen. Deze stralen noemen wij radials en kunnen door vliegtuigen worden opgepikt. Belangrijk om te onthouden, radialen gaan altijd van de VOR af. Dit is straks essentiële informatie om de VOR goed te kunnen gebruiken. Hier zie je een VOR met een radiaal van 120 graden. Een vliegtuig kan door middel van het instellen van deze VOR en de radiaal een vliegpad naar de VOR toe of van de VOR af schetsen. Ook is het mogelijk om de positie te bepalen door middel van de VOR. Dat kan op twee manieren. Indien de VOR is uitgerust met een DME, waarmee je dus de afstand kunt bepalen ten opzichte van jou en de VOR, dan kun je deze in combinatie met de radiaal gebruiken om te pinpointen waar je vliegt. Hier zie je dat dus bij de rode pijl. Als de VOR geen DME heeft en dus een standaard VOR is, dan kun je nog steeds wel je locatie bepalen, maar dan heb je minimaal 2 verschillende VORs nodig. Stel we hebben een VOR Rotterdam en we weten dat we daarvan ergens op de 120 graden radiaal zitten. Wat we ook weten is dat we op de 260 graden radiaal zitten van de Schiphol VOR. Het snijpunt hiertussen moet de locatie zijn van waar je op dat moment bevindt. En dat is verder onafhankelijk van in welke richting je aan het vliegen bent op dat moment. Voordat we de VOR in de sim gaan gebruiken, hier nog even een voorbeeld van hoe zo'n VOR bijvoorbeeld gebruikt kan worden. Hier zie je een zogenaamde waypoint op de chart. Het maakt deel uit van een departure en de positie ervan wordt in veel gevallen gedefinieerd door middel van een VOR in de buurt. In dit geval zie je dat de waypoint D9.0, dus 9 nautische mijl, van de Rotterdam VOR is verwijderd en wel op 262 graden radiaal. Als je dit zo instelt op je instrumenten, kun je hier op die manier naartoe vliegen. En dan nog even dit. Een VOR heeft zoals besproken radialen die van de VOR afstralen. Echter, soms vlieg je naar een VOR toe. Dan spreken we niet per se over radials, maar over een course.
Een cors is het tegenovergestelde van de radiaal en dit is belangrijk om je te realiseren omdat je deze info nodig hebt om je instrumenten goed in te stellen. In dit geval is de radiaal 120 graden en de cors 300. Met andere woorden, als je op de 120 graden radiaal zit en je wilt van de VOR af, dan stel je 120 graden in. Als je naar de VOR toe beweegt, stel je 300 in. Een handige manier om van radiaal naar koers om te rekenen is door er 180 bij op te tellen of af te trekken. Nu gaan we over naar Flight Simulator om het in werking te zien. Oké, welkom in de cockpit van de Cessna 152. Het is een relatief simpel vliegtuigje, maar het heeft wel de benodigde instrumenten om de VORs te kunnen gebruiken. En daarom gaan we daar in dit vliegtuig gebruik van maken. Het spel staat even gepauzeerd. We vliegen hier nabij Scheveningen. En het doel voor nu is om Rotterdam zien te vinden. En dat willen we doen door middel van het gebruiken van de VOR van Rotterdam. Nou, hoe gaan we dat doen? Het zijn eigenlijk een paar dingen die belangrijk zijn. Hier zie je de bovenste CDI en de onderste CDI in dit vliegtuig. Dus dit vliegtuig heeft twee CDI's. En die zijn ook allebei hetzelfde. Dat is niet altijd het geval. In dit geval wel. De CDI is ook gekoppeld aan deze radio panel. En dat is belangrijk omdat je hier de frequentie kunt invoeren van de VOR die je wilt gaan gebruiken. Nou, laten we zeggen dat we nu de bovenste CDI willen instellen op de Rotterdam VOR. Dan moeten we de frequentie van 110.40 hier instellen in de standby positie. En wisselen hem om naar de use position. En dan zie je dat de CDI actief wordt. Op dit moment zie je dat de navigatie flag aanstaat en dat je een from flag ziet. Dat is belangrijk om op te letten, want op die manier weet je of je op je radiaal zit of op een koers. Op dit moment willen wij naar Rotterdam toevliegen. Dus dat betekent dat wij niet op een radiaal moeten gaan zitten van de VOR, maar op een koers. Dus ik moet eigenlijk de knop hier net zo lang gaan draaien totdat er eigenlijk twee dingen gebeuren. Eén is dat de from flag moet naartoe en de naald moet naar het midden toe. Want dan zitten we op de juiste koers richting de VOR van Rotterdam. Nou, laten we dat eens proberen. Ik draai hem net zo lang. Ja, zie je dat nu de from veranderd is in een to. En dan hoeven we nu alleen nog maar de naald in het midden te krijgen. Kijk. De naald is nu in het midden, vlaggetje op toe, dus we zitten op de koers naar de VOR toe. En dat is op een koers van 120 graden. Dus als we ons vliegtuig straks draaien, we vliegen nu zeg maar noordelijk, en als we die draaien naar 120 graden, dan vliegen we eigenlijk rechtaf op de VOR. Let wel dat we niet op een radiaal van 120 zitten, want de radiaal is van de VOR af en dat is dus plus of min 180 graden van de koers en dat is in dit geval 300 graden. De sim gaat nu van pauze af en wat ik ga doen, ik ga draaien naar richting de 120 graden en dat zie je hier links onderin. Dit is eigenlijk het kompas. Zo. En dan draai ik langzaam naar rechts, probeer de hoogte vast te houden. En dan zie je heel langzaam dat de naald van het midden afgaat. En dat zou ik inderdaad ook verwachten, want terwijl wij draaien, gaan wij ook gedeeltelijk van die 120 koers af. Om daarop terug te komen, moet ik hier eigenlijk iets over de 120 gaan, om weer terug te komen op die koers. En op het moment dat die naald dan weer terug is in het midden, dan zit ik precies op de juiste koers richting de VOR. En dan draai ik hem terug naar 120 graden. En dan is het eigenlijk nog maar een kwestie van vasthouden tot je bij de VOR bent. Nou, laten we nu proberen om precies op koers te komen naar de VOR toe. Hij komt nu in het midden de naald, dus dan ga ik nu terug naar 120 graden. Zo. We vliegen nu in 120 graden op koers van ook 120 graden van de VOR.
En nu vliegen we recht op de VOR van Rotterdam af. En dus ook Rotterdam. En die zie je daar in de verte. Stel nou dat wij niet goed aan het opletten zijn en dat wij van koers afdwalen. Wat gebeurt er dan met die naald en hoe moet je dat dan interpreteren? Stel je voor dat wij iets rechts gaan van de koers. Let heel goed op de naald, wat die dan gaat doen. De naald gaat heel langzaam naar links, omdat de koers die wij willen aanhouden nu links van ons bevindt. Dus hoe corrigeer ik dat? Door weer terug te gaan naar links natuurlijk. En dan moet ik over de 120 graden, want anders ga ik parallel aan de koers vliegen en ik wil hem wel weer terug intercepten. Dus ik ga een stukje over de 120 graden heen, zodat ik terugkom op de koers van 120 graden. Dan wacht ik tot de naald weer terugkomt naar het midden. En dan draai ik hem weer op 120 graden. We hebben waarschijnlijk een flinke windcomponent die hier meespeelt. Want ook daar moet je rekening mee houden. Dat als je koers en heading precies hetzelfde zijn, maar je toch telkens van koers afgaat, dat er dan een zijwind, een crosswind is. En die moet je dan gedeeltelijk meenemen in je correctie. Nou, je ziet dat de naald nu bijna mooi terug is in het midden. Zo kunnen we langzaam terug richting die 120 graden in de heading. En dan zitten we weer mooi op koers. Wat je gaat merken is dat hoe dichterbij je bij de VOR komt, hoe gevoeliger deze naald komt. En dat kun je ook wel voorstellen van die afbeelding van net, is dat je hoe dichter je bij de VOR komt, hoe dichter die radialen ook bij elkaar zitten, die stralen. En daarom is die dan heel erg gevoelig. Ja, pas dan wel op dat als je uiteindelijk bijna er overheen gaat vliegen, dat je dan niet al te veel gaat uitwijken naar links of rechts om dan die naald in het midden te houden. Want op een gegeven moment verschuift hij toch naar een van de zijkanten, omdat je er dan precies overheen gaat. En daar kun je niks aan doen. Dat moet je maar gewoon zo laten. En dan is het een kwestie van wachten. Nou, waarom is het belangrijk om heel goed te letten op dat vlaggetje dat hier staat, met to en from? Op het moment dat jij naar een VOR toe gaat, maar je hebt de CDI ingesteld op een radiaal, dus er staat dan from, dan zul je zien dat de naald in tegenovergestelde reactie laat zien ten opzichte van hoe je vliegt. Dus dat wil zeggen dat je als de naald naar rechts gaat, dat je normaal gesproken zou je dan ook naar rechts gaan om te corrigeren. Nu zou je dan zien dat als je naar rechts gaat, dat hij dan nog veel verder naar rechts toe verschuift. Dat kan ik ook laten zien. Want dan gaan we nu naar de 300 graden. Dus dat is eigenlijk dezelfde. Dat is eigenlijk de radiaal van nu. Zo. En zie je, de naald zit rechts. Laten wij ook naar rechts gaan. Om te corrigeren. En dan zie je dat hij alleen nog maar verder gaat afwijken. In dit geval is dat niet heel erg, want daar kun je dan op tijd achterkomen. Maar bij bijvoorbeeld slechte weerscondities of op een landingsprocedure kan dat best wel een probleem zijn en gevaarlijk worden. Dus daar moet je daar goed op letten. En nu komen we ook echt daadwerkelijk in de buurt van de Rotterdam VOR. Dus dan zul je zien, zoals ik net al zei, dat de needle in het midden steeds gevoeliger wordt voor bewegingen in het vliegtuig. Nou, dan laat ik zo meteen zien wat er gebeurt als je over de VOR heen vliegt. Nou, op dit moment komen we heel erg in de buurt van de VOR. De naald is heel erg aan het bewegen. Maar ik ga hem toch proberen vast te houden. En dan zul je zien dat op een gegeven moment de naald even naar een zijkant toe gaat. En even verdwijnt of naar het midden toe gaat. Dit is het moment waarop we er echt overheen gaan. Kijk, de from en to is even niet zichtbaar, de nav lampje is weg. En nu zitten we aan de andere kant. Nu zie je dat we weer van de VOR afgaan, namelijk de from is zichtbaar.
Nog steeds op 120 graden, maar nu zitten we dus op een radiaal en niet meer op een koers. En nu is het eigenlijk precies hetzelfde. Proberen de koers of de radiaal vast te houden door de naald in het midden te houden en door 120 dan te blijven vliegen. En eigenlijk verschilt het dan de radiaal niet heel erg veel van de koers in principe. Alleen nu gaan we van de VR af. Wat ik nu ga laten zien is hoe je over een VR heen kunt vliegen en vanaf dan op een andere radiaal door kunt vliegen. Wat ik nu ga doen is ik ga weer in de richting van de Rotterdam VOR. Nu weer op een koers van 300, want het vlaggetje laat een toe zien. En wat mijn doel is daarna, is om vervolgens als wij over de VOR heen zijn gevlogen, of als we erboven zitten, om dan in noordelijke richting, op de noordelijke radiaal, verder te vliegen. En die heb ik hier onderin ingesteld op de onderste CDI. Dus dezelfde frequentie, dezelfde VOR, alleen die staat op een noordelijke richting. Dat wil dus straks zeggen dat als wij over de VOR heen vliegen, dat wij dan overgaan van de bovenste naar het volgen van de bovenste naar de onderste CDI hier. Zodat we dan die kunnen volgen en daar de naald van in het midden kunnen houden. Nou, we komen nu heel erg in de buurt van de VOR. Want de naald is weer heel erg aan het afwijken. We kunnen het gedeeltelijk nog corrigeren. Maar omdat we er eigenlijk al bijna overheen vliegen, verwacht ik dat de CDI... Ja, nu stopt hij ermee. Nu zijn we het signaal even kwijt. Nu draai ik naar het noorden toe, want ik weet ik ga in noordelijke richting. En dan ga ik proberen de onderste CDI nu aan te houden. En dan zie je ook dat hij aangeeft from. Altijd even checken, klopt dat? In dit geval klopt dat. En dan probeer ik eigenlijk die radiaal weer terug op te pakken. Daar is hij alweer. En ook hier geldt, omdat we nog relatief dichtbij zitten, zal de naald heel erg gevoelig zijn. Dus moet je met kleine correcties proberen om die radiaal te vinden. En zo zitten we bijna op de radiaal richting het noorden. De VR is nu dus achter ons en we vliegen mooi op de radiaal richting het noorden. Het laatste wat ik wil laten zien in deze video is hoe je nu twee VOR's kunt gebruiken om te navigeren. Wat we nu nog steeds aan het doen zijn is we vliegen in een noordelijke, op de noordelijke radiaal van de Rotterdam VOR richting het noorden. En mijn plan is om uiteindelijk richting de Pampus VOR te gaan en die vind je hier. De Pampus VOR heeft een frequentie van 117.8 en die heb ik ingesteld op de andere CDI, dat zal ik zo laten zien. En wanneer we willen draaien naar de Pampus VOR, nou op dit punt eigenlijk. Dus op het moment dat wij hier op deze lijn zitten, dat heb ik zomaar even bedacht, dan wil ik die bocht maken. Nou, hoe weet ik wanneer ik dan die bocht moet maken? Dit is in principe dan een snijpunt. Als je hier een denkbeeldige lijn naar boven toe schetst, dan is hier een denkbeeldig snijpunt met dus de radiaal 360 graden van de Rotterdam VOR en de radiaal 250 graden van de Pampus VOR. Maar we moeten naar de VOR toe van Pampus, dus we moeten niet de radiaal instellen, maar de koers. Dus dat is niet 250 graden, maar min 180 is 70 graden. En dat is wat ik ook heb ingesteld hier in de CDI. Dus in de onderste CDI zie je nog steeds die radiaal 360 graden richting het noorden dus, van de Rotterdam VOR af. En 70 graden koers in de richting van de Pampus VOR. De naald is al in beweging gekomen, maar we zitten nog niet op dat snijpunt. Pas op het moment dat de naald in het midden zit, dan zitten we op dat snijpunt en dan kunnen we in de richting van 70 graden naar rechts draaien. En dan zitten we dus op de juiste weg. En dat probeer ik nu dus even te illustreren. Een belangrijk punt van soort van situational awareness is dat de naald beweegt relatief langzaam, ook bovenin van de Pampus VOR. En dat komt omdat we ook relatief ver van de Pampus VOR afzitten. Dus je kunt best wel lang wachten voordat je die draai dan gaat maken. En de naald zit nu in het midden, dus ik draai nu naar rechts richting die 70 graden hier in mijn heading.
En op het moment dat ik op de 70 graden heading zit, pak ik de kaart er even bij om dan te laten zien dat we dan precies, als het goed is, op dat beoogde punt zitten. We nog een kleine correctie doen naar rechts, omdat de naald ook een beetje naar rechts is verschoven. Dus toch iets te laat ingedraaid. Maar als ik dat dan zou corrigeren, zouden we in principe dus op de juiste route moeten zitten. En dat kun je hier dus ook zien. Hè? Dus we zitten inderdaad iets rechts van de ingestelde koers. Dus als we iets naar rechts zouden draaien, dan zouden we dat corrigeren. En dan zouden we mooi in de richting van de Pampus VR vliegen. Precies op deze lijn. Dit was mijn introductievideo over VORs. Hopelijk heeft dit een goed beeld gegeven over hoe je VORs kunt gebruiken in Flight Simulator. Vond je dit een nuttige video? Laat het dan weten met een duimpje omhoog. En wil je toekomstige video's niet missen? Abonneer je dan op dit kanaal. En tot de volgende keer!